Tijd dan voor Latent Talent. Elke week bieden wij een podium aan de nog onbekende grootheid. Nou, die is vandaag 21 jaar, jazzzangeres. Ze wilde wij de wereld in muziek maken op haar manier. Onder gitaarbegeleiding zingt ze een eigen versie van het nummer G-Baby Ain't It Good To You. De 80 seconden van Else Mieke van Aalst. Makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Oh, there is nothing, nothing in this world too good for a boy like you now. Gee, baby, gee, baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas, and I'll buy you a diamond ring. I could even buy you a Cadillac car, 'cause your love's everything. Oh, love makes me treat you the way that I do, my baby, sweet baby. I'll be good to you. Be good to you, yeah. All right. En wat een perfecte timing. Else Mieke van Aalst was dat, begeleid door Jessica van der Brug op de gitaar. Je hebt, begrijp ik, Else Mieke, wel even op het conservatorium gezeten. Heel even maar, ja. Hoe, erin en eruit? Zoiets, ja. Ja, een paar maanden of zo. Waarom zo kort? Ik zag het niet zo zitten allemaal. Nee. Nee. Was dat te schools of waren ze te veel eisend? Ja. Maar ik denk dan van Lenneke als zangeres hier naast mij, je zal ongetwijfeld advies geven. Ga vooral door en ga naar het conservatorium, of niet? Is dat niet? Kun je het ook al buiten het conservatorium leren? Ik denk het wel. Ik weet het niet. Ik vond het conservatorium ook niet zo heel erg leuk, maar wel nuttig. Maar volgens mij, jij hebt een heel ander vak en een heel andere scene en zo. En ik weet niet of het... Ja, ik weet het niet. Hoor je wel talent hier? Ik vind het heel gaaf. Ik vind het heel mooi. Dank je. Leuk. Dat is mooi meegenomen. Hoe ga je nu je droom verwezenlijken? Want je wilt graag zangeres worden, toch? Ja. Hoe pak je het aan? Nou, zoals nu, gewoon heel veel blijven spelen. Seconden zingen. Ja. Van iedereen moet iedereen spelen, van iedereen leren. En overal 80 seconden zingen, precies. Ja. Heb je ook een groot voorbeeld, wellicht? Qua levensverhaal wel Billie Holiday natuurlijk. Ja. Zoals elke jazzzangeres, denk ik. Op het einde na dan misschien, maar... Ja, ach, misschien hoort dat er ook gewoon bij. All in the game. Goed, qua levensverhaal Billie Holiday en qua stem ook, of iemand anders? Nee, ik vind Molly Johnson heel erg te gek qua stem nu, ja. Aha. Ja. Nou, en een fantastische gitarist naast je. Ja, ga je ook overal mee, Jessica? Ja, ik ga ook overal mee. Ja, we spelen veel borrels en zakenfeestjes, dat soort dingen. Lijkt me helemaal goed. Tot de TL-balken weer aangaan. Prachtige muziek. Dank jullie wel. Heeft u ook een bijzonder talent of heeft u het in huis of ergens zitten dat u denkt, die moet wat doen? Stuur hem hier naartoe. Of stuur hem eerst even een mailtje naar ons. Opiemetavro.nl. Dan kijken wij of we er iets leuks mee kunnen doen. Dank jullie wel. Veel succes.